Donderdag is er in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Dat is best bijzonder en we kunnen ons dan ook voorstellen dat je zin hebt om het te gaan bekijken. Maar het is gevaarlijk om met het blote oog recht de zon in te kijken. Een eclipsbril is handig, maar niet iedereen heeft die. En daarom hebben wij een huistuin- en keukentip voor je. Gebruik een vergiet. Nou, die hadden we hier niet en daarom heb ik eventjes een stuk karton gepakt. En een perforator en er gaatjes in gemaakt, want het effect is hetzelfde. Ik ga het je laten zien. Wanneer je het stuk karton met geperforeerde gaatjes boven een wit papier houdt, in de zon zie je dat er rondjes verschijnen. Als je dit morgen doet tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, dan zul je zien dat ook hier kleine hapjes zullen gaan missen uit deze rondjes. En zo kun je toch de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken indirect via papier. Heel veel plezier!